prijs voor immaterieel erfgoed, de Ultima 2018, gaat naar Rivé. Sorry, we zijn nog aan het kussen. Proficiat. Pieter de Knut, proficiat. Ik ga jou hier jouw taartje met een kaarsje geven voor Rivé, alsjeblieft. Ja, je bent de oprichter van Rivé, maar misschien zijn er nog mensen die Rivé niet kennen. Dat zou misschien wel eens kunnen. Wat is het eigenlijk? Het is eigenlijk heel simpel als idee. We brengen gewoon muziek, poëzie, verhalen op 1 november, 1 uurtje per jaar. En we werken daar een heel jaar aan. Ja, het is wel een bijzonder uurtje, hè? Het is een specialeke, ja. Ja, ja. Kan je het even omschrijven? Want uit welke behoefte is dat precies gegroeid, dat speciale uurtje op 1 november? Er waren in onze hometown een paar jonge gasten gestorven. Eén daarvan was Robbie. Robbie, die is voor u, man. Maar we voelden ergens een bepaald gemis. Dat er in onze rouwcultuur wat naar het gevoel dat er heel veel andere culturen heel mooie tradities hebben rond rouwen. Maar dat dat in Vlaanderen toch allemaal een beetje vast zat. Dat dat nog iets warmer mocht, dat dat iets creatiever mocht. En voilà, dan hebben we dat gezien als een wit blad en zijn we begonnen schilderen. Ja, het is allemaal begonnen in Deerlijk, maar het is snel uitgebreid. Jullie zijn nu al actief in 1 op de 2 gemeentes in Vlaanderen. Of moeten we dat met een korrel zout nemen? 1 op de 3. 1 op de 3, maar bon. Het is 1 op de 3. Dat is toch redelijk indrukwekkend op zo'n korte tijd. Dat is zelfs fenomenaal. En de jury vindt dat jullie op een indrukwekkende manier een snaar raken bij brede lagen van de bevolking. En niet in het minst bij jongeren die toch op zoek zijn naar meer eigentijdse rituelen, zoals je het daarnet zei. Wat is jullie ervaring eigenlijk met jullie publiek? Heel raar. De eerste keer dat ik voelde, dat ik zei van kijk, ik zou heel graag... We hadden een lied geschreven met mijn band Singer voor Robbie. We hebben elkaar dan nog een keer gezien ook. Ja. Tijdens de Nieuwe Lichting was dat. Ja, inderdaad. En ik wilde dat lied spelen voor Robbie. En heel wat mensen zeiden van ja, is dat wel respectvol? Maar voor mij voelde dat aan als het meest respectvolle dat ik kon doen voor Robbie. Dat was zelf zo'n rocker, zo'n bassist. Die speelde bij de band van Niels de Stadsbader. En we voelden van, kijk, dat kan nu toch niet. Dat we op 1 november niets meer gaan doen dan een bloem leggen op de begraafplaats. En ik stond daar met knikkende knietjes te spelen. En daar waren 300 nieuwsgierigen langsgekomen. En ik was echt als de dood dat mensen... Dat mensen dat niet zouden appreciëren. Ja. Die kwam er zomaar uit. Ja, sorry. Maar achteraf kwamen er mensen die zeiden... Ik heb dat nog nooit meegemaakt. Dat is echt iets dat gewoon nodig was. Ja. En op voorhand hadden heel veel mensen gezegd... Vooral mijn leeftijdsgenoten. Die zeiden van... Ja, muziek op een kerk. Of is dat niet een beetje raar? Is dat niet een beetje luguber of zo? Ja. Maar wij zien een begraafplaats eigenlijk meer als een verzamelplaats van ik weet niet veel verhalen... die de wortels vormen van een gemeente. Ja. Die eigenlijk de mensen op wiens schouders wij een beetje verder kunnen bouwen. Ja. En voilà, we vonden dat een beetje jammer dat zo een slechte bijklank had gekregen. Oké, dat hebben jullie dan veranderd. Jullie houden ook van grenzen verleggen, want zo betrokken jullie de moslimgemeenschap ook. Heel mooi bij Rivé in Genk Waterschei. Hoe was dat? Oh, ik heb er geen woorden voor. Dat was, ik weet niet hoe mooi. Omdat we zo wat op zoek zijn naar onze roots, naar onze wortels, was ik zo bang dat mensen zouden denken van ja, onze roots, nogal wat mensen gebruiken dat om ons te onderscheiden van andere mensen die dan wat andere roots zouden hebben. En we wilden op zoek gaan naar gemeenschappelijke roots. Nu in Genk is er een heel grote gemeenschap moslims die vroeger voor ons keihard gewerkt hebben in de mijnen, die daar hun leven geriskeerd hebben. Applaus voor die mensen.
En hoe meer dat wij met de moslimgemeenschap aan het praten waren, hoe meer dat wij beseften van, allee, waarin verschillen wij eigenlijk? Er zijn heel veel gemeenschappelijke punten. En zeker op het moment dat die mensen zeiden van, eigenlijk, ja, 1 november, wij hebben daar niet echt iets mee, maar we willen gerust wel eens komen meedoen. Ja, dat was heel mooi. Het pakt jou nog steeds terwijl je erover praat. Hè. Maar Brussel willen jullie graag ook nog veroveren met Reveille. Pieter, het lijkt mij hier bijna de time and place om dat een beetje te gaan doen. Oh, ik mag nu niet stout zijn, hè. Wauw. Beetje stout. 3 jaar geleden heeft Marble Sounds gespeeld in Brussel, in Laken. We hebben het gevoel, er is een directeur van de begraafplaatsen in Brussel. En we hebben sindsdien niets meer van hem gehoord. Dus misschien dat hij nu nog eventjes de draad weer oppikt of zo. Ja, oké, gewoon terug in contact geraken met die bepaalde mens. Proficiat aan alle vrijwilligers van Reveille. Jij wou misschien nog iets zeggen, want dit is ook de kern van Reveille eigenlijk. Hè? Mag ik ze nog even voorstellen? Ja, want ze zien er prachtig uit. Je moet ze zeker voorstellen. Fantastische dames, dat is Aimé. Zij doet de programmatie. Dat is Lies, zij doet de pers en social media. Van haar ga je misschien nog horen, achteraf voor Studio Brussel. En de verste dame is mijn vrouw Mira, de mooiste vrouw ter wereld. Zij doet de finance. Proficiat aan alle vrijwilligers en alle betrokkenen van Reveille. Dank je wel.